Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Over het zuidoosten van Nederland ligt nog bewolking en daaruit valt ook wat regen. Maar die wolken trekken de komende uren wel richting Duitsland en België weg. Maar vanochtend is het dus nog tamelijk grijs met wat gespetter in het zuidoosten. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en hebben we ook wel wat wolkenvelden in de vorm van sluierwolken of wat stapelwolken. Vanmiddag is het overal droog, schijnt overal de zon van tijd tot tijd. Het wordt 22 graden in het noorden, 24 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. Wat dat betreft verandert er vanavond weinig. Dan hebben we brede opklaringen en een langzaam dalende temperatuur. Halverwege de avond is het 16 tot 22 graden. In de nacht koelt het uiteraard nog wat verder af. Morgen wordt het dan 23 graden in het noorden, tot 27 in het zuiden. Een zomerse dag met flinke zonnige perioden, maar ook wel sluierwolken. Misschien wat stapelwolken in het zuiden. Een matige oostenwind daarbij. Woensdag wordt het lokaal 30 graden in het binnenland. Eerst is de zon: laat op de dag ontstaan regen en onweersbuien. Daarbij is ook kans op hagel, windstoten en in korte tijd veel regen. Donderdag en vrijdag ligt wisselvallig weer en lagere temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl